Je had beter een trapje gepakt, hè? De beste plek voor die verspakketten lijkt mij nog altijd bij de groenten, maar wordt het dan geen grote soep? En met al die groenten? Nee, 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 ik weet dat het niet allemaal soep is, maar... Chef! Ja, we zoeken nog verder naar de juiste plek. Ja, Mina, kunt jij niet altijd zo komen binnenstormen? Ik had juist het hoofdkantoor aan de lijn. Sorry, chef. En noem mij ook niet altijd chef. Chef, dat is zo... dik. Nee, zo... Is het kind? Een baard. Een dikke baard. Wat is er? Wij hebben dringend een rekenvuller nodig. Medewerker vulploeg? Hè? Dat heet medewerker vulploeg? Jamal is dat nu aan het doen. Hij moet wel aan de kassa zitten, hè? Ja, ja, Mina, ik ben er nog altijd mee bezig, maar ik zoek eerst nog een oplossing voor die verspakket. Is er geen billet? Dag Jan, zeg het eens rap, wij zijn bezig. Heb je er iets van gezegd? Nog niet. Ik heb een fantastisch idee voor die verspakketten. Ja? De bakkerijafdeling. Zoals ik gedaan heb met Valentijn. Weet je nog? Vergeet de Valentijnstaartjes niet, lieve mensen. Oei. Ja, dat had wel iets slecht. Er kunnen aflopen. Melina, ik beloof u. Een fantastisch idee en er komt geen pijl en boog bij te pas. Wat denk je? Toch, Jan, ja. Alle ideeën zijn welkom natuurlijk, hè, maar... Toppie, dank u, Lina. Je gaat er geen spijt van hebben. Echt. Heb ik nu ja gezegd? Je hebt geen nee gezegd. Jamina... Een gouden regel in het management, je moet je medewerkers de ruimte geven. Dat klinkt eerder als een gouden regel bij de NASA. Dus, rekenvuller? Ja, over exact 2 minuten heb ik een sollicitant. Aannemen. Dankjewel. Ciao. Dag shoppertjes, Vanessa hier met de smart questions voor de smartphone. De influencer. We zijn hier vandaag in Albert Heijn en ik heb een heel interessante vraag voor mijn favorietje van het onthaal. Gino, het warme onthaal. Dag Gino. Zeg eens dag zoetjes tegen mijn volgertjes. Dag zoetjes. Kan ik u ergens mee helpen? Oh, Gino, dat is wel een heel directe vraag. Nee? Hashtag bloos, bloos. Ik had eens een vraag. Wat is het zotste Valentijnscadeau dat je ooit ontvangen hebt? Goh. Je hebt toch wel ergens een amore zitten, mag ik hopen. Of ben je single? Ik woon ook bij mijn mama. Ja, zoeties. Wat een cutie pie is Gino, toch? Mama mio. Excuseer, de directie. Zeg, we zijn hier wel bezig, hè. Sorry, ik ben direct weg. De directie is langs daar. Ah. Zal ik even meegaan? Nee, ik zal het wel vinden. Nee. Ik ga mee. Oké. Hey. Excuseer, juffrouw, ik heb een karretje nodig. Kunt u 100 euro wisselen? Staat er bank op mijn voorhoofd geschreven? Filmschool? Ja. Leuk. Ja, ik weet het. Waar kom ik dan solliciteren bij Albert Heijn? Oh ja, het is hier geen filmset natuurlijk, hè, maar wij maken hier ook wel soms superspannende dingen mee, hoor. Ja? Vertel. Ja, sorry. De piep van de scan is kapot. Ja, elke zaak is exact wat ik zoek. Ik vind dat ik eerst het echte leven een beetje moet meemaken voor ik er als filmmaker iets over kan vertellen. Snapt u? Ja, ja. En waar kan het dan beter dan in de Albert Heijn? Deze is toch een beetje de wereld in het klein. Goeiedag. Hebt u kleine kroten? Sorry? Kroten. Kleine kroten. Zou dat kunnen dat er misschien onder een andere naam bestaat? Mijn grootmoeder heeft mij gevraagd om kroten te kopen. Wacht, ik ga die even opbellen. Jamal, ik heb me wel even nodig. Kom ik even mee? Jamal,
Ik heb hem even nodig, sorry. Kan ik ergens mee helpen? Ik zoek Grote. Ja, ja, momo. Hier is het briefje. Ik wil verse soep maken voor mijn kinderen en ik heb dat nog nooit gedaan. En anchoes. Het nog anchoes aan doen. Nee, broer, ik heb er toch geen zin in? Edmond? Er is iets met Jan en Jamal aan het brood. Is er nog? Ja, ik zal niet zeggen dat het hier geen creatieve job is. Hè? Ik zoek bijvoorbeeld nog altijd een oplossing voor die verspakketten. Chef, kun je alsjeblieft meekomen? Ik ben zo terug. Verspakket. Verspakket, verspakket. Ik vind het ook zonder drama. Alles wat je nodig hebt in één pakket is al. Nee, broer, ik zit er toch niet zitten? Jan, wat gebeurt er hier allemaal, zeg? Kan je nu niet even een verse groente spelen? Dat is voor de promotie van de verspakketten. Ik heb zelfs een goede slogan bedacht. Brood nodig? Natuurlijk. Maar vers is ook brood nodig. Maar ja, dat is het. Een kroot en een pret. In een verspakket. Stel je voor, koken zonder drama. Alles wat je nodig hebt in één pakket te samen. Gedaan met al die restjes. Het is helemaal op maat en je kunt het niet verpesten als je volgt wat er staat. En dit is dus onze nieuwe medewerker van de vulploeg, Brent. Hey. Een artiest. En ik heb aan Brent gevraagd om iets te doen rond die verspakketten. Hij gaat rappen in onze winkel. Ja. Dag dames, dag heren. Het geeft tijd. Albert Heijn heeft weer iets prachtig in de rekken verspreid. Stel u voor, koken zonder drama. Alles wat je nodig hebt in één pakket te samen. Gedaan met al die restjes, het is helemaal op maat. En je kunt het niet verpesten als je volgt wat er staat. In die Italiaans, het wordt allemaal heel simpel. Shoppen zonder zorgen, geen stress meer in de winkel. Het is makkelijk en vers, zonder meer, geen gemaar. Wilde leren koken, dan staan wij hier voor u klaar. Dus switch die lijst voor één enkel woord. Verspakket, waar je zeker mee scoort. Zaga, zaga, zaga.